Gisteren werd in Brederen de nieuwe ploeg Paul Souze vastgoedservice voorgesteld aan de verzamelde pers. Tevens werd ook Wout en Tim bedankt voor de fijne jaren binnen het team. De nieuwe teamkleren werden gepresenteerd. En er was ook nog een nieuwe ploegleider, Tom van Oppen. Ik kreeg de vraag gesteld. En ik ken het team een beetje. Ik ken Johan Verstrepen natuurlijk al heel lang van vroeger samen te gaan trainen. En vooral het concept stond me heel hard aan van met de jeugd te werken tot ze prof zijn eigenlijk. En dan, we hebben nog twee jonge profs eigenlijk ook. Dus dat staat me wel aan. Mijn hobby is het veldrijden. Ik kom graag naar het veldrijden. En als je dan daar anderen mee kan helpen en beter mee maken, dan is dat mooi meegenomen. Dat is de bedoeling, dat we een wegprogramma gaan rijden ook met de veldrijders. Dat Johan en ik elk een beetje onze taken gaan verdelen. Want we werken ook nog allebei, dus we moeten een beetje uitkomen. Dat moeten we nog bekijken. Nu zal het eventjes heel druk zijn, en zeker in het begin, om alle kneepjes van het vak te leren. Ik heb nog nooit echt met de ploegleiderswagen meegereden. Dus dat wordt even druk, maar ik leer snel. Dit is iets wat ik echt wel heel graag wilde doen.